niet hoe ik u moet aanspreken als kapitein van het zinkende schip van de federale regering of als kapitein van het zinkende schip van de Open VLD, maar hoe zit het met de fiscale hervorming van uw regering? Vorige week hebt u wel gebarbecued met uw regering, maar het beloofde conclaaf over die belastinghervorming is er niet gekomen. Hopelijk hebt u het er beter van gebakken aan uw barbecue dan binnen uw regering. En hopelijk hebben uw ministers genoten van een stevig stukje geroosterd vlees, want uw fiscale hervorming lijkt maar een mager beestje te gaan worden. Toen minister Van Petegem vorige zomer zijn fiscale plannen voorstelde, zouden wij netto tot €5.400 per jaar overhouden. Dat voorstel is ondertussen al flink afgeslankt. Voor Boucher, de zelfverklaarde laatste liberaal van dit land, moet de fiscale hervorming leiden tot een belastingverlaging en dus gekoppeld worden aan arbeidsmarkthervormingen. Bovendien wijst de MR erop dat de uitvoering van de fiscale hervorming niet in het regeerakkoord staat. De PS die noemde de gekoppelde voorstellen rond de arbeidsmarkt recent nog een open oorlogsverklaring, pure provocatie en liberale profileringsdrang na het ontslag van Lagarde. Ecolo Groen die staan erbij en keken erna en de CD&V die bergt ondertussen de ambities verder op. De voorzitter van de Vlaamse Socialisten liet optekenen dat gezien de sfeer binnen uw regering het een utopie is om te geloven dat een fiscale hervorming van 6 miljard nog mogelijk is. Hij opperde voor het eerst ook de mogelijke val van uw regering. En volgens een aantal media was een fel conflict tussen u en Egbert Lagarde over die fiscale hervorming de directe aanleiding voor zijn ontslag. Lagarde slikte uw plannen niet, trok zijn conclusies en vertrok. Wij worden er alvast niet wijzer van, meneer de premier. Kunt u het parlement duidelijkheid verschaffen? Het is juli en er is nog steeds geen zicht op de broodnodige hervormingen. De afgelopen weken heeft uw regering zich beziggehouden met barbecuen, maar ook met de postjes, minister Labib. En vochten ministers Van den Broeke en Van Quickenborne een robbertje uit op Wetstraat 16. Als zelfs Christophe Calvo deze regering een kinderkabinet noemt, dan weet u hoe erg het gesteld is met uw regering. Neem nu die fiscale hervorming. Die werd beloofd voor de winter, verschoven naar de lente en ondertussen is het al hoogzomer. Van uitstel komt natuurlijk het zoveelste afstel. Wij vrezen dan ook dat de olifant een muis zal baren. Dit paars-groen samenraapsel van partijen startte ambitieus. Er zouden grote hervormingen komen. Deze regering zou anders aan politiek doen met meer respect voor elkaar en tonen dat België wel nog werkt. Maar niets blijkt ondertussen minder waar. En zeker met 11 juli voor de deur, laat deze Belgische komedie eindelijk stoppen.